Welkom bij deze Filamedia tooltip voor journalisten. In de eerste aflevering van onze nieuwe rubriek Filamedia Test wilde ik online een hele reeks screenshots laten zien. Omdat veel losse beelden onder elkaar al snel lelijk wordt, ging ik op zoek naar een tool om simpel en snel een fotocarousel te maken. Nu zijn er best veel van dat soort tools. Degene die me het meest beviel was Elfsight. Op de bijbehorende website elfsight.com maak je met een paar klikken allerlei soorten widgets. Dat zijn kleine grafische elementen voor op je webpagina. De tool laat je onder andere audiospelers, feeds van Instagram, TikTok of Facebook en een WhatsApp chatfunctie inbouwen. In deze video kijken we echter alleen naar de mogelijkheid om een fotocarousel toe te voegen. Om te beginnen surf je naar elfsight.com. Daar klik je op de knop Sign up free om een gratis profiel aan te maken. Op de volgende pagina vul je een mailadres en wachtwoord in en klik je op de knop Sign up. Een profiel aanmaken met behulp van je account op Facebook of Google kan ook. Zodra je je hebt aangemeld, verschijnt dit overzicht op je scherm. Hier kun je kiezen wat voor soort applicatie je wilt maken. Omdat we in deze video een fotocarousel gaan maken, kiezen we hier voor de optie Slider. In het volgende scherm verschijnen aan de linkerkant verschillende soorten sliders waar je uit kunt kiezen. Sommige laten je alleen foto's tonen, terwijl andere ook de mogelijkheid bevatten om door te klikken naar een andere pagina. Het aanpassen van deze sliders gaat bij allemaal op dezelfde manier. Zodra je een soort slider hebt gekozen, klik je hem aan en klik je vervolgens onderin op de knop Continue with this template. In het volgende scherm kun je de inhoud van je slider aanpassen. In het menu aan de linkerkant zie je in dit geval 5 foto's staan. Een foto wijzigen doe je door hem aan te klikken en vervolgens op de link onder het kopje Image or Video te klikken. In de pop-up die verschijnt, upload je een foto of video van je harde schijf door te klikken op de knop Select File. Het selecteren van een foto of video gaat zoals je dat gewend bent. Na het uploaden wordt je foto direct in de slider gezet. Wil je een link toevoegen aan de afbeelding? Dan vul je deze in onder het kopje Link. De rest van je fotocarousel bouw je op dezelfde manier op. Elfsight laat je ook koppen, tekst, buttons en andere media toevoegen aan je carousel. Dat doe je onder de optie Content. Wanneer je hier bijvoorbeeld op Button klikt en het schuifje onder de optie Display Button op On zet, kun je met de opties die verschijnen een knop maken. Heb je niet genoeg aan de standaard hoeveelheid afbeeldingen die Elfsight je biedt, dan kun je een extra afbeelding toevoegen door op Add te klikken. Wil je een afbeelding uit je fotocarousel verwijderen? Klik dan op de prullenbak naast de afbeelding. Wanneer je fotocarousel klaar is, klik je op de knop Save. Er verschijnt nu een scherm met een embed code. Wanneer je deze kopieert en in de broncode van je website plakt, zou de fotocarousel vanzelf op je website moeten verschijnen. Elfsight is een handige tool om simpel en snel fotocarousels toe te voegen aan je website. De tool is gratis te gebruiken, maar de gratis variant heeft wel zo zijn beperkingen. Zo worden widgets die je hebt gemaakt maximaal 200 keer per maand getoond. Bij een website met aardig wat bezoekers zit je daar natuurlijk zo aan. Abonnementen zijn er vanaf $5 per maand. Hopelijk heb je wat aan deze tool. Tot de volgende keer.